En als je zo gemotiveerd en gedisciplineerd blijft trainen, als jullie nu doen, dan komen jullie ooit in het eerste. Dan speel je daar op dat veld. En dan moet je voorstellen, de hele arena is helemaal uitverkocht en jullie zijn daar aan het ballen. Nou, en dat is voor jullie allemaal weggelegd hoor. Meneer Amoed komt zo meteen even een balletje krijgen. Oh, maar we gaan eerst even limonade drinken. Kom maar. Nina, kom op nou, hé. Wacht even. Hé, jongens. Hé, ga eens naar beneden. Dick. Wat ben je eens? De kook. Nou, je hebt een bekende patiënt. Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Wat zegt u? Dat is Johan Cruijff. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Johan Cruijff, ja, weet ik ook wel. En wat is volgens u het voordeel? Werk, jongeman. De eens en dood, weet je wel. En verder vind ik het net zo triest als jij. Ja, ja. Zullen wij Cruijff er voorlopig even buiten laten? Hè? Wat heb je? Het lijkt een verwurging. Dat is moord. Ja. Ik denk dat het slachtoffer van achteren in een stevige wurggreep is gehouden en flink heeft tegengespart. Vergeefs dus. Heb je al een tijdstip? Tussen 22:00 en 2:00 vannacht. Zeg, wat heeft jouw collega? Ja, dat ligt een beetje gevoelig. Ajax. Goed, nou ja, Enes. Als je iets meer weet, laat mij dat weten. Ja, dat is goed. Dick, denk je dat je kunt werken? Nee, ik ben gewoon hier om de trainer te helpen. Voor de kinderen, dat vinden ze wel leuk. Dus. En heeft u enig idee wat er gebeurd kan zijn? Nee. En u? Nee. Oké, nou, bedankt. Dit was het voor nu. Nou, kom op. En? Al iets wijzer geworden? Nee, helaas. Iris? Nee, niks wijzer. Oh, wat weten wij van de familie? Hij is net getrouwd met het fotomodel, Juliette van der Wal. Hij heeft nog een moeder en een broer. Ja, veel verder ben ik nog niet. Nou, Ab, Iris, gaan jullie die familie ophalen? Dick en ik gaan naar zijn vrouw.
Kijk, het is een sterrenvoetballer vermoord. En de pers zal ze wel opdringen, maar we laten ons niet gek maken. Ik verwacht alleen van jullie een stapje extra. Dick? Dick, hou je nou bij de zaak alsjeblieft. Ja, natuurlijk. Je ziet echt wat je verwacht hè, bij een voetbalmiljonair. Mevrouw van der Wal? Kuipers van der Wal. Mijn naam is de Kok met COCK. Hier is mijn collega Fredder. We zijn van de recherche. Mogen we even binnenkomen? Natuurlijk, heer. Komt u verder. Waar komt u eigenlijk voor? Ik begrijp dat het vreselijk voor u is. U was pas getrouwd, hoor ik. Ja. Is er misschien iemand die je voor je moet bellen? Heeft u enig idee wie hem kan hebben vermoord? Gelooft u mij, de moord op Edwin Kuipers heeft onze hoogste prioriteit. Uw belangstelling is begrijpelijk, maar als leidinggevende van dit bureau kan ik u garanderen dat wij deze zaak vlot en... Christus de paard! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u die nu stellen. Nou, dan niet. Hé, hey, op, rot op. Ik dacht, hij is herrezen. Ja, heftig, hè? Dat had ik ook toen ik voor het eerst zag. Het is zijn tweelingbroer, Robin. Zeg, ken jij Monier Amund van Ajax? Heel goed. Niet persoonlijk, hoor. Ik nu wel, geloof ik. Nou, die heeft echt wel een vrouw of een vriendin, hoor. Zoals alle leuke man. De kamer, je houdt je niks in je hoofd, hè? Gaat u zitten, mevrouw Kuipers. Ja, ik begrijp dat het een moeilijke tijd voor u is, maar... we zullen toch een paar vragen moeten stellen. Heeft een van u enig idee wie er achter de moord zou kunnen zitten? Is u de laatste tijd nog iets opgevallen, Edwin? U kunt ons helpen met de kleinste dingen. Was hij gespannen? Had hij nieuwe vrienden? Wanneer heeft u uw zoon voor het laatst gezien? Gisterenochtend bij Ajax. Ik kwam even koffie bij me drinken op weg naar de fysio, maar... verder was hij heel gewoon. Wat deed u bij Ajax? Ze werkt daar. Wat was uw broer voor een jongen? Mijn broer is mijn beste vriend, meneer de Kok. Mijn zwager stond altijd voor iedereen klaar. Hij was een fantastische voetballer. Ik bedoel, helemaal geen kapsones dat hij voor Ajax voetbalde. Gewoon. Edwin. Lief en geduldig. Ja, Saskia. We weten hoe je over hem denkt. Jij voetbalt niet? Bij Zwift. Oh, het is geen Ajax. Nee. Ik weet hoe het zit. Het ging om jou. Het ging helemaal niet om Edwin. Waar heb je het over? Ze halen jullie altijd door elkaar. Ze wilden jou vermoorden en niet Edwin. Jij hebt al die schulden. Doe niet zo stom. Schulden? Ach, dat is onzin. Nee, helemaal niet. Robin die heeft heel veel schulden bij de trainer van Zwift. Dat komt door dat stomme kaarten. En die man die heeft al een paar keer gedreigd om hem dood te schoppen als Robin niet betaalt. Ja, waar of niet? Nou dan. Nou heeft hij natuurlijk Edwin aangezien voor Robin. Een beetje ver gezocht? Misschien. Ja, waarom zou de dader denken dat het Robin was? In de arena.
Ja. Ja, dat is vreemd. Laten we daar nog maar eens gaan kijken. Nee. Nee, ik zeg nee. Omdat ik dat wil. Omdat ik jouw vader ben. Ja, daarom, ja. Ik wil eigenlijk dat je nu direct naar huis gaat. Ja, nu. Oké, jongens. Bedankt. Het was gezien de treurige omstandigheden toch een goede training. Ik stel voor dat we zometeen afspreken in het spelershome. En dan gaan we daar even overleggen wat we doen aan de dood van Edwin. Tot die tijd wou ik jullie in ieder geval allemaal verzoeken om de contacten met onze vrienden van de pers zo beknopt mogelijk te houden. En dan ga je nu even allemaal flink uitlopen en dan zie ik jullie straks. Ja, hij begon net zo lekker te herstellen van die enkelblessure. Ik las laatst dat Edwin naar Manchester zou gaan. Is het waar dat die blessure die transfer in de weg stond? Ja, ze wou hem natuurlijk nog wel even uittesten. Ja, ze zou hem nog kunnen afblazen, of in ieder geval kunnen uitstellen. Ja, maar dat is logisch natuurlijk, want het gaat om een hoop centjes. Had hij vijanden in het team? Nee. Nee, altijd vrolijk. Tikkie driftig misschien, maar dat is op zich geen slechte eigenschap voor nummer 10. Nummer 10. Schaduwspits, zeg maar, een aanvallende middenvelder. Gaat Monier nou vast op de 10 spelen? Nou, op die positie speelde hij natuurlijk al een paar wedstrijden vanwege de blessure van Edwin. Dus ik denk dat ik daar gewoon mee doorga, ja. Hoe was de verhouding tussen die twee? Ja, zoals het hoort. Fel. Ze gingen natuurlijk met elkaar de concurrentie aan. Dus geen vrienden? Nee, geen vrienden. Bepaald niet, nee. En Monier kon er ook wel eens een tikkie fel ingaan op een training bij Edwin. Ja. Maar Edwin was weer eerste keus. Ja, zeer zeker. Als hij fit was. Ja. Dat is de motief, Dick. Ik zie het nog niet. Als ik nou vroeger net iets vaker naar training was geweest, dan had ik hier nu ook gestaan. Ja, als kronenvlag. Nee, helemaal niet. Als hij mij als klein gozer had zien spelen, dan had ik nou ook op een sleutelhanger gestaan. Wie? Sjaak Salomons. Ken je die niet? Het is een spelersmakelaar, man. Een hele grote had Edwin Kuipers in zijn stal. Als hij mij vroeger had zien spelen. En wat denkt u dan? Edwin was niet alleen een supertalent. Ik kwam bij hem thuis. Hij was als een zoon voor me. Wanneer ik ben helemaal in shock. U deed zijn zaken? Ja, ik deed zijn zaken. Heeft u Manchester al gebeld? Ja, ik heb ze van het verschrikkelijke nieuws op de hoogte gesteld. Was dat de man die we net zagen weggaan? Nee, dat was wat anders. Trouwens, weet Robin het al? Ja, natuurlijk. Hebt u hem gesproken? Ja. Maar nog even over die transfer. Ik dacht dat het nog niet helemaal zeker was vanwege zijn blessure. Kwestie van tijd en attention. Maar loopt u wel eens een hoop geld mis? Vindt u het erg als ik daar niet mee bezig ben? Ondanks dat grote leeftijdsverschil was Edwin mijn maatje. Doet u ook de zaken voor Monier Amund? Ja, hoezo? En is het zo dat de dood van Edwin goed is voor de carrière van Monier? Ja, het is bizar, maar in feite is dat zo. Die Monier heeft een motief. Misschien. Al was hij natuurlijk wel meer of meer verzekerd van een basisplaats omdat Edwin naar Manchester zou gaan. En daarbij een Ajaxiet vermoord gaan Ajaxiet. Robin. Robin kan jaloers zijn geweest op zijn voetbalcarrière. Ja. Dat vind ik geen motief, Dick. Wij gaan het verhaal van die Saskia uitzoeken. Gokschulden zijn helaas wel een reden voor moord. De kok, heb je er een probleem mee als ik iets eerder naar huis ga? Is er iets met je dochter? Nou, niks ernstigs, maar toch. Ja, op ik denk dat je zelf het beste kan bepalen wat je moet doen. Maar je weet, we hebben een lastige zaak, hè? Lastig. Voor mijn verjaardag zijn we eruit. Bidden? Hey Dick, dat is toch volgende week dinsdag? Wat ga je doen? Niks. Het bevalt me elk jaar uitstekend. Zullen we anders samen gaan eten? Jij en ik. Gewoon als verjaardagscadeau.
Dat is tegen mijn gewoontes, Iris, maar je weet maar nooit. Wat zeg ik nou? Wat zeg ik nou? Laat die man eens opnieuw uit je rug lopen. Verdomme zeg! Hey, ga maar douchen! Ga maar douchen! Kan die rotkop van je niet meer zien? Ik hoorde het vanmorgen op de radio. Het is verschrikkelijk. Robin zal wel kapot zijn. Hm? U heeft hem nog niet gesproken? Nee. Maar ik ga hem straks wel even bellen. Trainen jullie altijd door de week, overdag? Alleen als het nodig is. We hebben zaterdag een inhaal tegen de nummer 1. Zou je Robin wel missen? Hoe was uw relatie met hem? Nou, het is een driftkikker, hè? Maar volgens mij konden we het goed vinden samen. Je hebt nooit tegen hem gezegd dat je wel dood zou schoppen? Zoetje. Met name klopt het dat Robin u nog wat geld schuldig was van een kaartspelletje? Ja, geloof het wel. Een aanzienlijk bedrag? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind 12 mil geen kattenpies. 12.000 euro? Gewonnen met kaarten? Met al Jezus groot bedrag voor een potje kaarten. Ja, voor jou waarschijnlijk wel, ja. Maar voor Robin ook, want die heeft dat niet volgens mij. En wij hebben begrepen dat u daar niet erg blij mee bent. Ik had een regeling getroffen met die rijke broer van hem. Dus u kunt misschien begrijpen dat ik zo mijn eigen redenen heb om te treuren. Had jij contact met Edwin over dat geld? Ben je dat gisteren bij hem op gaan halen? Ik heb nog niks gekregen. Nee, misschien omdat hij het niet wilde geven. Had u daar gisteravond ruzie over? Hé, hey, nou moet je even stoppen, vriend. Ik heb Edwin niet gezien, ik heb mijn centjes nog niet gezien. Als ik heel eerlijk ben, dan wil ik jullie nu ook niet meer zien. Waar was u gisteravond tussen 10 en 2 uur? Ik heb het tweede getraind tot 10 uur. Daarna heb ik hier boven nog wat gedronken. Ja, hoe laat is dit geworden? Weet ik niet. Heren. Als dit mijn trainer was, dan zou ik acuut stoppen met voetballen. Hij heeft in ieder geval genoeg agressie in zich om iemand te kunnen burgen. In dat geval snijdt de theorie van Saskia dus toch uit. Laten we Saskia nog maar een keer de tand voelen. Laat Keizer maar even ophalen. Keizer is naar huis, weet je toch? Maar is zijn dochter. Ah, ja. Wij komen net bij meneer Hamer vandaan. En? Wij hebben uw theorie gepolst. En? Ja, ik weet het niet. En daarbij had Edwin hem beloofd de schulden van Robin te zullen betalen. Heb ik ongelijk als ik zeg dat Edwin meer dan alleen het zware voor u was? Was u verliefd? Was je bij Robin omdat hij zoveel op hem leek? Edwin zei dat hij bij me terug zou komen. Ben je terugkomen? We hebben vroeger wat gehad. En hij hield nog steeds van mij. Hij was toch net met Juliette getrouwd? Ed is gewoon onder druk gezet. Hij was het supertalent en zij was het knappe modelletje met een rijke papi bij de KNVB. Totdat hij zichzelf en zijn vrouw te pletter reed. Zat zij er maar bij. Jullie hadden stiekem een relatie. Nee. Dat vonden we niet netjes. Wist Robin hiervan? We hadden geen relatie. Dus hij hoeft niks te weten. Waar maakt ze zich nou zo druk om? Die twee gasten lijken als twee druppels water op elkaar. Wat maakt het nou uit met wie je in bed ligt? Ach, wat ben jij toch een... Misschien bakt die Robin er wel helemaal niks van. En was die Edwin een beest? Ja, ik denk inderdaad dat het is, Dick. Probleem opgelost thuis? Ja, ze is nu 14. Er is geen land mee te bezeilen. Pubertje. Nou, laat dat chumme weg. Ze is nou verliefd op een jongen en dan wil ze van alles mee. Dan moet je je dochter voorlichten, Ab. Ja, over wie ze uitkiest. Oh, is papa het niet eens met de keuze? Een beetje ouderwets, hoor. Nou, lollig, hoor. Mijn dochter is 14. Ze komt thuis met een jongen van 19. Ik lach me werkelijk dood. Nou, los het op, Ab, maar het liefst 's avonds.
Wij hebben het gezellig hier. Wij hebben het naar onze zin. Is dat niet de bedoeling, commissaris? Wij hebben ook lol samen, maar dat staat ons werktempo niet in de weg. Oh. U vindt ook dat we te traag werken? Je moet niet altijd alles zo letterlijk nemen, de kok. Wat ik wil zeggen is dat voetbal de politie al genoeg manuren kost tijdens de wedstrijd. Maar dit is geen wedstrijd, commissaris. Dat weet ik ook en dat bedoel ik ook niet. Wat ik wil zeggen is, los dit zo snel mogelijk op, want koning voetbal regeert ons al genoeg. U bent geen liefhebber? Pardon? Nou, een mooi 1-2'tje. Kunt u niet waarderen. Ja hoor, maar ik wil resultaat en zo snel mogelijk. Ja, wij ook. Maar eerst een borrel. De ruitenkok. Dank u. Een hele klap voor Ajax hoor. Die jongen had 2 gouden beentjes. Het is zo triest, Louis. Heb je het gelezen? Ik dacht dat Salomons bezig was met een deal voor Edwin. Ja, of was bezig met een deal voor alle 2. Nee, dat geloof ik nooit. Je gaat als club niet de eerste en tweede keuze voor dezelfde positie aankopen. Dat zou dus betekenen dat Salomons bezig was met een transfer voor Monier. En niet voor Edwin. Of hij zit te liegen. Of hij heeft er geen gras over laten groeien. Is meteen voor een deal met Monier gegaan. Ja, hoe dan ook. Hij heeft ons iets heel anders voorgehouden. Het is echt een hele klap voor Ajax. Ja, jongen had 2 gouden beentjes, ja. Ik denk dat wij meneer Salomons morgen weer gaan spreken. Ik kan niet even uitleggen hoe het zit. En Monier? Die gaat ons zijn kant van het verhaal vertellen, morgen. Geen slechte speler ook, hoor. Monier Amund. Maar... geen Kuipers. 1 goudbeentje. Hooguit. Hooguit. Maar die broer van hem die zal wel kapot zijn. Ik heb wel eens gehoord dat bij 1-eiige tweelingen... als er 1 ziek is, de ander ook ziek wordt. Moet je nagaan als er eentje wordt vermoord. Duizenden taxis en honderden acties. Ik mis hem. Verder kan ik het niet omschrijven. En je weet echt niks van afspraak tussen Lex Hamer en je broer? Nee. Ja, het zou kunnen, maar dan is het gek dat Eddie me daar niks over gezegd heeft. Wilt u echt niks? Nee, dankjewel. En je hebt je broer ook niet om geld gevraagd? Nee, zeg gauw op. Ja, ik weet zeker dat hij dan wel betaald zou hebben. Eddie gaf helemaal niks om geld. Er gaat een gerucht over... Saskia en Edwin. Wat weet jij daarvan? Ja, dat gerucht ken ik. Ja. En het is waar dat Saskia nog altijd meer van mijn broer houdt. Maar mijn broer hield meer van mij dan van Saskia en Juliette samen. En ik hield meer van hem dan van wie dan ook. En Saskia kon ons niet uit elkaar drijven. Voetbal niet. Papa's dood niet. Alleen zijn dood... Je zei net dat jullie hadden afgesproken het succes te delen als één van jullie het zou maken. Ja, dat hadden we als kleine jongetjes bedacht. En er is een poster van de selectie van Ajax en daar sta ik op, niet Edwin. En niemand weet dat, alleen wij. En nu u natuurlijk. Maar ik heb een keer in zijn plaats meegespeeld. Een bekerwedstrijd. Tegen een kleine club, maar toch geweldig. En niemand die het door had. Dat soort dingen deden we samen. En nu is hij dood. Hartstikke dood. Ik ga hem nooit meer zien. Nooit meer. Maar hoe de pers dit al heeft. Dit is niet de bedoeling. Man United zal absoluut niet blij zijn. Nee, dat zal best met Salomons. Maar u vertelde ons gisteren dat u met Manchester voor Edwin in onderhandeling was. Ja. Hm. Of was de blessure van Edwin toch erger dan men dacht en was die deal al eerder afgeblazen? Nee,
Ja, het wordt toch een beetje een lastig verhaal zo. Het is toch erg onwaarschijnlijk dat een club twee spelers voor dezelfde positie op hetzelfde moment wil overnemen. Al willen ze 11 keepers hebben, wat maakt het mij uit? Man United heeft mij benaderd, niet andersom. Weet Ajax al van deze plannen? Leek me wel, hè. Waarom heeft u ons niet eerder verteld over die deal met Mounier? Ik word er toch een beetje achterdochtig van. Ik vroeg me naar Edwin. Niet naar Mounier. Ik heb nog 15 jongens in mijn stal. Zullen ze meteen even doornemen? Ja, dat is allemaal erg bij de hand, meneer Salomons. Maar u had een cliënt die geblesseerd was en mogelijk zou worden afgekeurd. Dus helemaal geen deal. U schuift vervolgens Mounier en Moend naar voren, maar Manchester United wil wachten op Edwin. Daar heeft u erg weinig vertrouwen in en u ziet u zelf al met lege handen achterblijven. Maar met een dode Edwin zijn al deze problemen opgelost. De weg is nu vrij voor een deal met Mounier. Wat probeer je te insinueren, joh? We insinueren niets. Stel alleen vast hoe dit voordeel heeft met de dood van Edwin Kuipers. Ik was al bezig met de transfer van Mounier toen Edwin nog niet dood was. En als Man United liever Edwin wil dan Mounier, dan maakt dat Mounier verdacht, niet mij. U hoort dan van ons. Heeft die Mounier Amund zich nog niet gemeld? Nee. Hij is trouwens samen met Edwin op de toekomst bij Ajax begonnen. Het enige grote verschil tussen die twee was dus dat Edwin een natuurlijke tweebelige speler is. En Mounier die is sterker in de lucht, maar voor de rest vullen ze die positie hetzelfde in. Hoe kom jij nou weer in die wijsheden? Nou, niet uit die sufferblaadjes die jij leest. Ik heb het van Mounier zelf. Hoezo van Mounier zelf? Ik moest hem toch laten weten dat hij vandaag hier moest komen. Nou, dat is een hele leuke jongen. We hebben een heel interessant gesprek gehad. Oh, je hebt een heel interessant gesprek gehad met die hele leuke jongen. Dus even op, Dick. Ja, ik weet niet hoe of wat hier is, maar vergeet niet dat die Amund een verdachte in deze zaak is, hè? Hoezo verdacht? Hij is betrokken, verder toch niks? Hij is een verdachte, dat weet je heel goed. Hij heeft belang bij de dood van Edwin. Houd daar nou rekening mee. Trouwens, ik wil dat je een paar antecedentenonderzoeken doet. Naar Sjaak Salomons, die trainer van Swift, Hamer en Mounier. Wie weet levert het wat op. Hé, is je dochter al zwanger? Er staat iemand beneden handtekeningen uit te delen. Het is een hele hysterische bende. Mounier, waar ben je? Zet er even voor mijn liefste Els bij. Kamer, doe niet zo. Zo maar. Klopt het dat ik jou gisteren zag in een café bij de Arena? Soccer World. Mm-hmm. Ja? Ja. En klopt het ook dat jij meteen wegging toen jij zag dat wij met Salomon zaten te praten? Nee. Nee? Nee. Ga ik je nu een verhaaltje vertellen? Jij zegt ja als het klopt. Je hebt de kans gekregen om te laten zien wat je kan, omdat Edwin geblesseerd is geraakt. Maar zodra Edwin weer fit zou zijn, kwam jij weer op de bank terecht. Klopt? Hey, wat ons verbaast is dat Manchester zowel jou als Edwin wilde kopen. Dat is vreemd, toch? Ze willen Edwin, waarom zouden ze ook nog een mindere voetballer willen voor dezelfde positie? Met geen mindere voetballer, maar gewoon verschillende kwaliteiten. En ze wilden Edwin niet, ze wilden mij. Maar Sjaak Salomons werkt ook aan een transfer voor Edwin. Bullshit. Salomons deed niks meer voor Edwin. Salomons was een manager. Inderdaad, was. Salomons heeft het mezelf gezegd. Hij had geen goed woord meer over voor Edwin. Salomons... Edwin, verleden tijd. Sinds wanneer? Dat weet ik veel. Manchester United is alleen in mij geïnteresseerd. Manchester is niet gek. Ze wilden Edwin, alleen wachten tot hij fit was. Dat wist jij ook en je hebt hem niet fit willen laten worden. Zeg jij dat ik Edwin heb vermoord? Dan moet je eens luisteren, vriend. Je bent tweede keus bij Ajax en dan kan je ineens naar Engeland. Klopt. Mijn tweede keuze bij Ajax, ja. Dus, vind je het gek dat ik hier weg wil? Hoe lang zijn jullie al met Manchester aan het praten? 2 weken. En wanneer heb jij het voor het laatst met Salomons erover gehad? Gisterochtend vroeg, in de Skybox. En die was er al toen jij kwam? Hoe laat was dat? Vroeg. We hebben nog gezien hoe Edwin werd gevonden. Wat gaan we doen? Gaan we naar Ajax? Nee. Oh, jammer. Vraag aan Keizer of hij Salomons naar het bureau wil brengen. Wij gaan naar Juliet.
Ik wil, voordat we met hem gaan praten, eerst van iedereen zeker weten dat hij echt als een vader was voor Edwin. Of dat meneer Salomons ligt. Kappie? Nee. Hey. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Dik, alsjeblieft. Ja, sorry. Ja, mij. Ja, oké. Dus Appie Keizer, Jacques Salomons is met de Noorderzon vertrokken. Hij is onvindbaar. Nee, ik heb geen idee hoe Eddie met die Salomons omging. Het spijt me. En Robin, weet hij ervan? Jongens waren altijd samen. Alsof ze aan elkaar gekleefd zaten. Samen dit, samen dat. En voetballen natuurlijk. Samen voetballen. Ik denk dat ik elke week wel ergens een nieuwe ruit in heb moeten laten zetten. Lang leven de WA. Maar het was ook knok hoor. God alle Jezus. Maar het was nooit echt ruzie. Nooit. Ik kom net van mijn werk. Ik heb afleiding nodig. Wat doet u precies voor werk? Schoonmaken. Interieurverzorgster bij Ajax. Doe ik al een eeuwigheid. En tijdens wedstrijden heb ik een toilet in de arena. Vak 120. Dat is mooi hoor. Allemaal bekende mensen en zo. Nog even over meneer Salomons gesproken. U zou het aan Juliet moeten vragen. Ja, daar komen we net vandaan. Die is een totaal verslag. Kon ons niet veel vertellen. Ze willen weten hoe het zat tussen Eddie en Jacques Salomons. Nou, wat ik weet van Eddie is dat ze ruzie hadden. En volgens mij is Eddie daarom bij hem weggegaan. Dus hij is inderdaad weg bij Salomons. Heeft hij al een andere manager? Nee. Sorry, maar ik moet weg. En ik weet er niet echt meer van. Ik ben naar Saskia. Wij moeten er ook van door. Voor Kuipers. Waar ging die ruzie over tussen Salomons en je broer? Ja, dat weet ik niet precies. Maar ik geloof dat Salomons 30% van de transfersom wilde hebben. Nou, dat is natuurlijk belachelijk. Dat weet ik niet. Nou, geloof me, dat is niet normaal. 10%, dat is normaal. Zeg, waarom heb je ons dit niet wat eerder verteld? Ja, waarom niet? Jullie hebben er niet naar gevraagd en ik heb er niet aan gedacht. Ja, het probleem is dat Salomons nu onvindbaar is. Denken jullie dat hij mijn broer heeft vermoord? Wat denk jij? Ja, ik ken die man nauwelijks. Eigenlijk alleen door wat Eddie me verteld heeft over hem. Ja, het waren geen vrienden meer, maar moord. Jezus. Nou, was dat het? Voor nu. Grappig dat mevrouw Kuipers schoonmaakt bij Ajax. Wat is het dan voor grappig zo? Dat de moeder van Kuipers het vroeger ook deed. Alsof alle grote talenten een moeder hebben die schoonmaakt. Dat vind ik grappig. Oh ja. Wat deed jouw moeder ook alweer? Maar over Salomons. Werner dat hij nu op een vliegtuig zit naar Argentinië? Hij doet er wel toe. En het is jou zoveel te leugen. Jij was Edwin's manager niet meer. Jullie hadden ruzie. Edwin wilde op eigen houtje naar Manchester. Dus hij was een bedreiging voor jouw deal met Monier. Ik ben een zakenman. Ik ben geen moordenaar. Weet u bij wie u moet zijn? Bij Juliet. Dat moet u ons uitleggen. Dat zogenaamde droomhuwelijk, dat sloeg helemaal nergens op. Zaten bij de ballen, dat was alles. Er gingen al geruchten dat die ander had. En als hij bij haar weg zou gaan, zou er bar weinig overblijven voor haar, zal ik u zeggen. Die zogenaamde modellencarrière, dat was alleen omdat ze mevrouw Kuipers geworden was. Want die geruchten zijn we op de hoogte. Edwin is van achteren gewurgd. Hoe zou Juliet dat gedaan kunnen hebben? Weet ik veel. Misschien heeft ze het samen met iemand gedaan. Het is een pikkelharde tante. Vind je het zelf een beetje een geloofwaardig verhaal? Trek het na, man. Ja, dat zullen we zeker doen. Maar alle feiten wijzen in uw richting. U heeft over alles gelogen. U had een motief en u was op de plaats van de misdrijf. Ik was waar. Jij was in het stadion op het tijdstip van de moord. Daar was ik helemaal niet. Monier heeft verklaard dat u al vroeg in de ochtend in uw skybox was in de arena. Dat heeft u achtergehouden. En dat heeft u niet zomaar gedaan. Ik heb helemaal niets achtergehouden. Maar je was er wel. Ja, ik was daar.
omdat ik die ochtend de eerste vlucht uit Engeland heb genomen, onderhandelen over Monier. En ik ben toen direct doorgegaan naar kantoor, omdat ik afspraak met hem had. Ja, nou, ook dat zullen we nagaan. Maar houden ze zich beschikbaar? U bent nogal lastig te vinden. Het is natuurlijk een leugenaar van de bovenste plank. Maar stel dat zijn verhaal over die andere vriendin van Edwin op Saskia slaat. In dat geval had ze dus wel een relatie. Nou, als Robin het wist, dan vraag je af hoe ver zijn broederliefde gaat. Als Juliette het ook wist, dan hebben ze inderdaad allebei een stevig motief om gezamenlijk in te grijpen. Ik blijf het een vreemde theorie vinden, hoor. Maar ja, laten we het dan morgenochtend maar induiken. Ik heb de mannen nagetrokken. En let op, met meneer Amund niks aan hand. Brandschoon. Nou, dat is dan fijn voor je. Ook Sjaak Salomons heeft niks bijzonders achter zijn naam staan. Een paar bekeuringjes, meer niet. Maar Lex Hamer, dat is een ander verhaal. Openlijke geweldpleging en afpersing. Haal hem maar op. Ik weet dat het laat is, maar wil jij Juliette even ophalen? Ik heb eigenlijk een afspraak. Ik haal er wel op. Ja, jullie vinden het gek dat ik dat niet van de daken heb geschreeuwd? Hou dat toch op, zeg. U hoeft helemaal niks van de daken te schrijven. U had het ons gewoon moeten vertellen. Ja, ja. En mezelf een potje van dag maken, zeker. Nou, dat is precies wat je gedaan hebt. Hé, rot op. Ik heb mijn straf uitgezeten. Jullie zouden moeten weten dat ik dan net als iedereen anders behandeld moet worden, ja? Je wordt behandeld als elke andere verdachte wiens alibi rammelt. Hoe vaak moet ik nog zeggen dat de dood van Edwin Kuipers een financiële ramp voor me is? Ik had met hem afgesproken dat hij de schuld van die klaploper zou betalen. Dan ga ik hem toch niet vermoorden? Dat denk na, zeg. Ja, ik kan wel vertellen dat Edwin de schuld van Robin wilde betalen. Maar wie zegt dat het waar is? Ik geloof daar geen bal van. Nou, vraag het aan dat domme fotomodel van hem. Zij was er namelijk bij toen Edwin dat met me heeft afgesproken. Ja? Mevrouw Kuipers is onderweg, zult haar vragen. Maar stel dat het klopt. Wat als Edwin op het laatste moment had besloten u dat geld niet te geven? Ja, ja, wat dan? Met gewoon 12.000 euro. Dat zou het er niet geaccepteerd hebben. Nee. Inderdaad. Nee, dan haal ik toch je verleden er even bij. Want de laatste keer dat iemand weigerde jouw schuld terug te betalen, heb je bijna zijn nek gebroken. Wat heb jij fantasie, zeg? Moet je iets mee doen? Fledder. Ja. Wij hebben op het ogenblik meer vragen dan antwoorden. En ik weet waaraan dat ligt. Waaraan? Aan jou. Je bent afwezig. Je staat te huilen als een bakvis bij de vrouw van het slachtoffer. En dat brengt me gelijk bij jou. Ik vind het heel vervelend voor je dat je dochter een andere keuze heeft dan jij. Maar los dat nog bij je eigen tijd, hè. Nou, je adem bij de zaak. Hoi. En jij loopt met vlinders in je buik van de eerste de beste Ajax-ziet. Sorry. Vinden jullie het gek dat het niet opschiet zo? Alsjeblieft, allemaal. Concentreer je nou op deze zaak. Dat is een hele moeilijke. Goed, Iris. Zit die Juliette beneden? Ja, ik heb echt alles geprobeerd, maar ze is nergens te vinden. Onbereikbaar. Wat denk je, Dick? Ook op weg naar Argentinië? Keizer. Sorry. Heb jij het alibi van die Salomons gecheckt? Ja, ik hing eigenlijk net op toen jij tegen mij begon te... Het klopt in ieder geval niet. Er zijn die ochtend 9 vroege vluchten uit Engeland geland op Schiphol. En Salomon zat in geen van die toestellen. Haal hem op en zet hem vast. Dan kan hij een poosje nadenken. Het advies, dat geldt voor jullie allemaal. Tot morgen. Zo. Dus Juliette was in ieder geval niet bij Monier Amund. Nee, anders had ik haar wel meegenomen. Toch? Daar is meneer Keizer met die vrolijke geruite blouse. Meneer Keizer? Ja? Ik ben Rashid. Ik zorg voor nogal wat problemen, heb ik begrepen, maar...
Ik hou van uw dochter en ik wil verkering met haar. Dick. Dick. Zo, Rachid, dus jij wil met mij praten? Ja. Nou, dat kan. Els, dit is voor twee vrij. Willem, wat betekent dit voor Ajax? Dit moet toch een bepaalde onrust geven binnen zo'n ploeg? Nou ja, dat was wel heel belangrijk voor het elftal. En als je nou ook nog op de plek moet gaan spelen waar de Kuipers vermoord is. Dat is lastig hoor. Ja, lijkt me ook inderdaad. En dan die nieuwe speler, die manier aan moet. Niet echt een lekkere manier om zo in een elftal te komen. Nou, je komt er natuurlijk liever op een andere manier in. Maar wat mij dan wel weer opvalt... Maak je zorgen, bezig is. Dan zou Kuipers ook heen gaan. Ik kom er niet uit. Maar zo gaan die dingen toch in de voetballerij, of niet? Ik heb nog nooit meegemaakt dat er iemand vermoord wordt. Je moet vanavond maar eens... De kok? De kok, we hebben een lijk. Ik kom er. Ik heb haar niet vermoord, waarom zou ik dat doen? Jullie kunnen helemaal niks maken. Als ik u dat direct had gezegd, had u me aangehouden, waar of niet? Dat is heel slim van u. Niet slim genoeg, meneer de kok, want ik zit toch hier. Feit is dat die man een monster is. Hij zet lekker op, man. Nou, man. Ik voelde om natte geit. En toen ben ik hier naartoe gekomen. En inderdaad. Hij houdt u voor de gek. En u loopt er met open ogen in.